Als jullie eens wisten hoe vaak ik dit filmpje opnieuw heb gestart. Ik doe het namelijk elke keer fout. Ik moet het leren. Ik moet leren een stuk leer aan elkaar te naaien. Wat er is gebeurd. De tank van mijn motor. Daar zat hele speciale lak op. Special paint. Gold flake. Dat vonden we juist fantastisch mooi. En dat wilden we graag houden. Maar het is niet gelukt. Want... benzine is er gelekt uit de dop. Dat heeft een tijd lang op de lak gestaan. Zo lang dat de hele lak is aangetast. Dus de tank moet opnieuw gespoten worden. Spanborden moeten opnieuw gespoten worden. De hele motor. Gelukkig, maatje van ons, Dennis, heeft gezegd van nou, ik ga het doen voor je. En dat is toevallig ook nog een keer een fantastische spuiter. Dus we zijn heel blij dat het gebeurt. Maar met een nagelnieuw gespoten tank komt er ook weer het oude dashboard. Moest er weer op. Nou, het oude dashboard, dat zat op een stalen plaat vastgeschroefd op de tank. Maar dat was een beetje vergaan en het rubber eronder nog erger. Nou, dat is niet meer te koop. Het is 20 jaar oud en Harley Davidson heeft besloten om dat soort spullen niet meer te leveren. Dus nu moet je zelf iets bedenken om... Ik heb zeg maar van roest van staal dat dashboard nagemaakt. Dat moet nog gebogen worden, maar... Dit komt dus op de tank te liggen. En als je dit op de tank legt, dan schuurt natuurlijk de nagelnieuwe lak weer te barsten. Dus daaronder komt een stuk leer. En aangezien dat ook niet zomaar op maat... Ja, het is wel op maat te koop, maar dan betaal je 150 euro voor een stukje leer. Met er allemaal rare knopen erin. Dus ik heb een leerbankschroefje gemaakt. Ze noemen het een stitching pony. Maar dat is om je werkstuk vast te houden. Het is een soort bankschroef voor leren werkstukken. En nou moet ik met waxdraad dat spulletje aan elkaar gaan naaien. Nou, dat is dus een leerproces. Dat doe je met twee naalden. Ze hebben het me uitgelegd. Maar tussen uitleggen en zelf doen, daar zit nog even een klein verschilletje in. Dus ik heb een meter aan deze kant, meter aan deze kant. Het is één draad. Ik begin op een stuk waar je het niet kan zien. En langzamerhand vorder ik dan steeds verder. Dat hele ding langs. Maar dat gaat zo lang duren dat ik jullie daar niet mee lastig zal vallen. Dus ik laat het eindproduct wel een keertje aan jullie zien. Als ik er bijna mee klaar ben of helemaal mee klaar ben. Dus tot zover. En dan straks verder. Nu heb ik natuurlijk deze draad. Daar ben ik met ruim een meter begonnen en deze een meter. En ik ben te kort, want dat ga ik niet halen. Dus dan moet ik eruit zien te vinden hoe dat gaat als mijn draad op is. En zo leer je steeds wat. Allebei in hetzelfde gat. En wat dat betreft gaat het wel steeds sneller, moet ik zeggen. Dus kennelijk. En wat ben ik blij dat die leernaalden stompe punten hebben. Jezus, wat heb ik mij vaak geprikt, zeg. Niet te kort. Grollo Radio. Heerlijk. Beetje lopen klooien, jongen. Geweldig. Ik weet niet of het zo leuk is als het je vak is, maar ik heb er schik in. Of het lukt, weet ik niet. Maar ik heb wel lol. En het houdt me van de straat. Bedankt Johan Derksen. Top muziek man. Geweldig. Dat is echt genieten. Beste zender in Nederland. Holy shit zo hè. Deze muziek noemen.
geluid produceren. Dat doen ze wel. En dit is nog muziek. Geen schijnlollige discjockey. En nu bij Meppel. Het is een stom spelletje. Geweldig.